Taekwondo-grootmeester Gerard van den Berg mag zich een jaar lang Leidenaar van het jaar noemen. Dat maakt de businessclub Leiden dinsdagavond bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie. Van den Berg, al 40 jaar sportschoolhouder in Leiden, opgenomen in de Taekwondo Hall of Fame en de enige Nederlander met de 8e dan Taekwondo, wordt door velen geprezen om zijn tomeloze inzet voor anderen. De top 5 wordt aangevuld door plastic soepsurfer Marijn Tinga op de 3e plek, bouwwethouder Paul Laudy op nummer 4 en oprichter van het PS-theater Pepijn Smit op plek 5. Nou, vandaag hebben we het dus gehad met Gerard van den Berg. Die wist dat er op een stand was en hij was ook uitgenodigd en gezegd, je hoort bij de top 5. Maar Gerard die was hier, die wist niet dat zijn kinderen er waren. En dat notabene de tweede, Aad van der Luit, die werd als tweede kwam die eindigde die. Zijn zoon en zijn vrouw, die overhandelden dus de jonge Rembrandt, het beeldje wat ze mogen houden, aan Gerard. En dat was natuurlijk fantastisch, dat juist zij dat doen, want Aad was tweede. Ja, super, super, super trots. Het is echt iets wat ik echt niet verwacht had. Ik hoorde wel dat er een heleboel mensen gestemd hadden en dat die ook reactie hadden gekregen van Chris Verplanken. Maar goed, toen kreeg ik de uitnodiging of ik hier wilde komen. En dan had ik nog de verwachting niet dat ik dacht, nou goed, er zijn mensen die veel meer gedaan hebben dan dat ik gedaan heb. En dat ik hem nu krijg, ben ik echt super trots op. Ja, het is fantastisch. Als ik hem aan iemand moest overhandigen, dan ja, was het geen geweest. Hij verdient het zo erg en Aad had het fantastisch gevonden zo. Hij heeft natuurlijk een deel aan Aad te danken, maar mensen vergeten vaak hoe erg hij er zelf voor heeft gewerkt. En Aad is misschien zijn opzetje geweest of zijn opstapje. Maar hij heeft het zelf gedaan en hij heeft het verdiend. Dat is goed zo. En nou, dat is dus zeker het effect van deze keer dat we ook publiek stemmen, want iedereen heeft mogen stemmen. Eigenlijk heb ik in mijn sportleven en met name heel erg in het begin alles te danken aan Aad. Ja, Aad was een super goede vriend. Hij regelde nog een heleboel dingen voor me. Dus dit heb ik echt dankzij Aad. Ik heb er zelf ook aan gewerkt, maar mede dankzij Aad heb ik dit kunnen winnen. Nee, ik zet hem thuis. Hij is van Aad en van mij.